Ja, brandstoftank. Toen werd deze auto gekocht. Met de eerste APK, toen zei die monteur gelijk al, die brandstoftank zit heel veel roest op. Dus daar moet je even mee bezig. En dat heb ik toen gelijk gedaan. Maar de roest komt er iedere keer weer door. Ik denk dat er gewoon mijn hele hand heen is al, die tank. En ik ben bang dat het op een gegeven moment gaat lekken natuurlijk. Die kans bestaat tenminste. Wat ik ook nog graag wou, was een grotere tank. Een prijs opgevraagd bij de dealer. En dan kost die tank €850, dat ding. Dus op een gegeven moment ga je een beetje rondkijken. En dan kunnen we voor zo'n €300-400 kunnen we een tank krijgen. Maar heb je er verder helemaal niks bij. Dus ik dacht, als we dat nou anders doen. We kopen een tank, hetzelfde als de watertank. Maar een speciaal voor diesel. Bij datzelfde bedrijf waar we de watertank hebben gekocht. Dat was Rotterdam Plastics. En als ik dan zo'n bak koop, die daaronder zit, en ik plaats die dan daar, dat wordt dan een bak van 1,10 meter in plaats van, of nee, 1,20 meter breed in plaats van 1,50 meter. En dan doe ik daar die tank in. Ik dacht, dat lijkt mooi. Dan heb je een en al bakken aan deze kant. Nee, dat lijkt sowieso mooi. Plus, ik kan natuurlijk zo'n PVC tank of zo'n plastic tank kan ik natuurlijk hier gewoon onderhangen. Maar dan kan ook iemand er zomaar met een mes in steken. Niet dat dat zo snel zal gebeuren, maar je weet maar nooit. Als ik dat nou in zo'n bak doe, dan is dat dus veilig. Maar dan heb ik ook nog weer extra opbergruimte voor gereedschappen. Hè, wat ik daar naast kan zetten. Dan kan bijvoorbeeld nog een jerrycan naast of een paar soorten bovenop. Zou heel mooi kunnen. Dus dat leek ons wel wat. En dat is voor minder dan €400 hebben wij dat klaar. Ik kan het allemaal zelf doen. Ik heb alleen één minpuntje. De aansluiting, zeg maar, van de aanvoerslang, de retourslang en de ontluchting en de hele mikmak daarvan, die zit dus niet op die tank wat ik dan kan kopen, hè, bij plastics. Dus even kijken of ik het zo kan laten zien. Dit ding moet dus op die andere. En toen zat ik te denken, als ik dit nou zo wegflex, hier zo, ruim. Dus zodat ik een plaat heb, zeg maar, van die tank. Gewoon ruim, rond of vierkant, rechthoekig. Zo daar flex. En dan maak ik een gat in die plastic tank. Dan plaats ik dat ding, dat is dan metaal, plaats ik op de plastic tank. Dan doe ik daar rubber tussen. Dan boor ik allemaal gaatjes. En dan met boutjes en moertjes kan ik dan de boel afdichten, denk ik. Dat was mijn idee. Mijn vraag aan jullie is nou, omdat jullie altijd zo mooi met ons meedenken. Is er misschien iets, een andere oplossing om dat ding daar fatsoenlijk op te krijgen? Dus misschien met een van de kit, wat dus bestand is tegen diesel. Dan zou ik het in plaats van met de rubber, zou ik het met kit kunnen doen. Ja. Dus als je dus, zeg maar, als je een idee hebt hierover, als je denkt, nou, dat zou kunnen met weet ik wat, zet het dan even hieronder in de video. En alvast bedankt voor het meedenken.